Hey, hallo iedereen. Van harte welkom op mijn YouTube-kanaal. Tof dat jij weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Odyssey. Het is aflevering 140 inmiddels, waar we bezig zijn met de laatste twee missies van de verloren verhalen van Griekenland. Pakken we de trofee-progressie erbij, zitten we echt om en bij de 98% geloof ik van Odyssey. Dus we zijn heel lekker bezig. We zijn bijna klaar. Echt de laatste twee missiereeksen die ik ga doen in deze Let's Play. En dan stappen we over naar Origins. Om dat zeg maar te spelen tot Valhalla uitkomt. En ik ben benieuwd of we die 100% trophy progression daar ook zullen gaan halen. In ieder geval, als je er zin in hebt, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren. Mocht je nieuw zijn en zet dat belletje aan, zodat je geen enkele upload mist. En zou je hem als kijker extra willen supporten na al die tijd? Dat kan zeker met een Denadan lidmaatschap. Check de videobeschrijving voor meer info. Boom! We zijn vandaag in Locris op de zoutvlaktes van dit kustplaatsje. Ja, ze zijn volgens mij inderdaad dat allemaal aan het doen. Zout aan het verzamelen, I guess. Pak je de kaart erbij, is het deze plek. Is vast wel bekend gebied. Een beetje boven Boeotia, boven Athene. En de missie die we vandaag gaan spelen is hier in de kust een heel erg slechte dag. Deze persoon heeft dus een heel erg slechte dag. Nou ja, dat kan. We gaan ons paardje erbij pakken en dan zullen we over deze vlaktes reizen. Om richting de missie, in ieder geval in deze aflevering 140, wel de vraagtekens te ontdekken die op ons pad komen. Ik heb dit altijd al een mooi gebied gevonden, maar ik ben er niet heel veel geweest. Er is ook sowieso in het dorpje achter mij was niet eens heel erg veel. Dus het is alleen één huis van een leider, dat is het enige. Ik heb namelijk nog steeds mijn wapen niet gegraveerd. Het wapen dat ik in de vorige episode heb vrijgespeeld. Het unieke wapen van de dochter van Varna was. Ella. Ik ging daar ook echt in statistieken mee omhoog, maar ik moet er alleen nog één gravering op zetten. Kill the Alpha Beast. Zit opeens een zoute beer. Hij was wit inderdaad. Fucking groot beest. En dan hebben we, nou, die dus afgerond achter me. We hebben hier nog een vraagtekentje. Deze zoutvlakte show, ik vind dit zo cool. Dit zag er ook echt al heel, heel nice uit. Toen ik er een keertje boven vloog met de vogel. Hoe heet hij ook weer? Hij heet Senu in Origins en hij heet Icaros, dat was het. Maar dit is geloof ik een vlakte dat als het vloed wordt, dat dit helemaal weer half onder water staat. Met zo'n heel klein laagje water. Dit is wel nice. Zonder alleen dat er niet echt een dynamische app en vloed in de game zit. Maar anders zou dat heel, heel sick zijn geweest. De zoutbandieten bij de zoutvlakte. Dus omdat het een zoutvlakte is, is alles hier met zout. We hebben een zoutbeer, zoutbandieten. Boeit het niks? Even kijken wat hij precies gaat doen, hoor. Ah, hij gaat met zijn rug naar me toe staan. Top. Hoppa, mijn net nieuwe wapen in je ruggenmerg. Toppie. Dus nog een schat.
Het is best een hyperluxe, overdreven, cool schatkistje voor bandieten. Ik bezit uitrusting die beter is dan wat ik momenteel gebruik. Ik geloof er helemaal niks van. Het komt dat die melding geeft hij alleen maar aan omdat ik inmiddels aan het levelen ben. Dus ik was natuurlijk level 89 en nu ben ik level 92 en dan, ja... Je items ranken niet mee, dus dan geeft de game dat vanzelf aan. Maar ik heb nog steeds echt de beste build die ik hebben kan. Stel je zou hier wonen. Dat je altijd met je handen en je blote voeten door het zout heen aan het lopen bent. Dat lijkt me oprecht niet heel chill. Deze man, hij heeft een heel erg slechte dag. You there, come here. What is it? Some merc calling himself the Eel Bearer came to Alponos offering to help out. Nice kid, and I've heard his name before. I thought to myself, Megacles, that drachmi well spent. I don't know who's been using my name, but you're going to tell me everything you know. What is there to tell? He came in, had some little bird with him. You know how legends go. One day he gets a bird, next he's called the Child of Zeus. But I do have an eagle. I see that now, don't I? But I paid this other eagle bearer a small fortune to get the villagers ready for a pirate invasion. By the look on your face, I'm guessing that didn't work out. It didn't. Then I sent him to bargain peace, but he botched that too. The pirates are coming, and we don't stand a chance. Next time, hire the real Eagle Bearer. But I'm listening. Does the village of Alponos have a militia? Not enough. But if you get out there and stop the pirates before they land, I'll give you all that's left in the treasury. Ik vind dit wel echt heel grappig. Iemand heeft zich voorgedaan als de Eagle Bearer. I'll stop the pirates from reaching your shore. Then you're going to help me find this Eagle Bearer imposter. I'll help you kill him myself. Where are the pirates sailing from? We saw the pirate fleet forming north of here. How big is their fleet? Just two ships, but they may have hundreds aboard. They make it to us, we're dead. I'm going to find the one using my name. When did you last see him? He came in with the last merchant ships, but I haven't seen him in days. He won't be easy to find, but if you sink the pirates, I'll track him down. Time to show the pirates what the real Eagle Bearer can do. Dit is echt heel grappig. Een fout herstellen. Ja, ik moet ze ook echt op zee... Oké, duidelijk. Dit vind ik echt heel grappig, want... Dit toont aan... Dat ik zo'n hoge status heb inmiddels, dat mensen vanuit mijn naam gaan handelen om geld te verdienen. Het is alleen wel één hele grote keerzijde daaraan. Je kan dat prima doen. Maar als je dan de echte Eagle Bear op je nek krijgt, dan is het klaar. Alright, terug op de zoutvlakte, waar ik dus net al sprak over het huis van de leider. Daar is hier een steiger waar ik de adres die aan kan pakken. They'll be on high alert here. Dan kan ik met de adres die meteen hier gaan aanvallen. Mijn schip is niet zo sterk als het geweest is, want ik heb bemanning omgeruild, bewust, voor de grap. Trouwens, het is juist sterker geworden. Boordbepansering is gewoon steviger geworden zelfs.
Oké, ik weet het. Jullie liggen nu nog te tukken, maar jullie moeten wakker worden, want we gaan tegen piraten vechten. Vernietigen de piratenschepen. Zie er één. En daar is dat dorpje wat ik net hielp. Daar met die rots, daar stond die gast op. Boom. Holy shit. Dat was één beuk, hè? Hij heeft niet eens een beetje iets kunnen terugdoen, dat schip. Sails up now! Rower, slow down! Well, wait here, Commander! Wat zegt hij allemaal? The pirates are Poseidon's problem now. What have you done? Didn't you hear me screaming? You sunk our reinforcements! Those ships attacked me. I fought back. That's what I do. I sent a message to the supply ships to disguise their sails. Look like a pirate and sail in unseen. Those ships had supplies and troops. You're not an actual general, are you? Listen to me, Mystios. I've fought in three wars. No training prepares you for this. You had no strategy. These villagers are as good as slaughtered because of you. But if we can get them ready, they can fight off the pirates themselves. I'll do it. I don't see an armory, though. Where is the smith? He hasn't worked since the last Eagle Bearer was here. I'll get him making swords. Can the villagers ride? For salt workers, they're not bad. And there's a horse breeder in town. I'll talk to them. Though we can't just arm them and tell them to fight. There's only one man who can rally the people. Claims to be a reborn Ajax the Lesser. Find him and get him back. If dead heroes are anything like me, they don't like being impersonated. Are you sure this Ajax guy is a good idea? Let the dead judge us all they want. We need to shake the fear out of these villagers. The last time I saw Ajax, he was headed to the hill southwest of here, on the northern border of Phokis. So, where's the blacksmith? The forge caught fire. The smith's in the village, but you'll need to help him rebuild before he can work again. Tell me more about the horse breeder. She knows horses better than Poseidon. Get her to put a mare under each of these villagers, and we'll have a chance. Tell me what you know about the one using my name. He came in with a vicious little bird,
called it Icarus, something like that. Anyway, said he'd help, then made things worse at every turn. So far, you two have a lot in common. What the fuck? What a lul. The villagers will be warriors when I'm done. Gaat hij mij een beetje lopen vergelijken met de bedrieger, terwijl die zelf verkeerde... Ja, what the fuck, gast. Een beetje mij de schuld lopen geven. Jij gaf toch niet aan dat het versterkingen waren? Sowieso ontkom je hier niet aan, want dit is sowieso waarschijnlijk gewoon... typische verloop van deze missie. Ik ga wel eerst naar Ajax toe. En Ajax bevindt zich in Focus. Even kijken. Chill, de grens van Focus waarschijnlijk. Eenzaamheidstoren. Hij vindt zich in de toren van de eenzaamheid, wauw. Oké, chill. Nou ja, fast travel dan maar. Hoppakee, tjo. Careful. Don't want to be caught here. Go! Lekker, lekker. Oh, lol. Hij bevindt zich hier niet eens. Ik doe dit voor niks. Hij bevindt zich een heel eind ten noorden. Wauw. Dan is hij hier. Me stupid. Come on. Come on. Hij heeft gewoon een eigen tentenkampie. This god's forsaken helmet. I can't see anything in this stupid boot for... An adorer! You simply must tell me. What do you think of the helmet? I just got it. It suits you. It makes your head look even bigger than it is. As it should. My head is my second best feature. Whatever you say. You're the one who the villagers worship? I don't know about worship, but they too call me Ajax. And I'm bringing you back to Alponos. Pirates are coming, and I need someone to inspire the villagers to fight. Didn't you hear? Our ships were sunk by some crazed Mystios. Now bandits are abandoning anyone going in or out of the village, and there's no one to stop them. I'm the Eagle Bearer. Smart bandits know to stay away from me. Now let's go. You don't look anything like the other Eagle Bearer. Are you two demons? There is no other Eagle Bearer. He's an imposter. Like you. If I'm an imposter, what am I doing with Ajax's? I mean, my... That's Ajax's helmet. But of course, it gives the wearer immortality. I paid the other Eagle Bearer a fortune to find its whereabouts. We rijden terug nu. Top. Then I set off to retrieve it as any hero would. I was on my way back when. Ella. Ook mooi dat dat legerkamp dan weer het legerkamp van Ajax heet. There is no other eagle bearer. Get that through your thick helmet. Ga je nou vechten? Nou.
Oh, sick. Hij valt niet aan. Top. Ja! Wat een raar gastie. Nou is hij aan het rennen. Oh, dat is een paard. Come on! Your great warrior, the eternal Ajax, has returned! Sick. Sowieso een dom verhaal over die voorraden, want het was een boot die rondjes aan het varen was. Als het voorraden waren, had hij al lang aangemeerd. Alponos, rise from your salt mills. Descend from the white crystal hills. Locris is under attack. The great Ajax has returned. Now with the true child of Zeus. The real eagle bearer. You are not Ajax, and there is no more the actual eagle bearer than the last one. Nonsense. I am Ajax reborn. And we will now prove to you I am immortal. Enough! Prepare yourself, Locrians. You must choose to stand and fight, or let the pirates invade and destroy your homes. This'll be easier than I thought. Now, light me on fire. What? It's okay. This is a magical helmet. The other eagle bearer told me it will protect me. You light the fire, the people will see I'm immortal, and then they will eat out of our hands. If you say so. I will now endure pure flame to show you the gods bless us. The gods want us to rise to battle, and I'll prove it by surviving Athena's wrath. By the gods, this is going to be a long day. This could not have gone worse. Slecht gemaakte helm. That's not good. It's a sad story, bro. It's a sad story. It's the part of Foxy. If it isn't the new eagle bearer. Trust me, I'm a lot better than the last one. Look, you want to be useful, new eagle bearer? Get back the stallion the other one of you lost to the pirates. I can get your stallion back, but we're going to need a lot more than one horse. What for? The pirates are coming, and at least with mounts, the villagers have a fighting chance. Sure enough, but I bred this one just for Megacles himself. Without his stallion, he isn't riding into battle. You ever seen a general strutting into battle? Not a good one. Exactly. Where did the stallion go? That other eagle bearer rode him east past the salts. Came back and said some bandits stole him in the night. Imagine that. I need to find this other eagle bearer. Wouldn't mind giving him a piece of my mind too. If you find him, punch his bird right in the beak for me. His eagle? Ha! It was barely a chicken. I'll get back Megacles' stallion. Then you and I are going to talk about getting horses for everyone in Alponos. Wie the fuck is deze fake carnaval versie van Alexios? So confused though. Ik ga wel eerst die andere missie ook aanzetten voordat ze me echt op en neer laten rennen continu. Misschien als je er twee aan hebt staan, dan weet je van allebei een beetje waar je naartoe moet. Another mystic. Locris really is a bustling place these days. Are you the blacksmith? I was. Then another mysterious, an eagle something, came to help. Kind young man,
Dude, je bent blind. It's Eagle Bearer. And there's only one. Me. Ah, the one who was responsible for poor Ajax? Gossip travels fast. Let's talk about the other Mistios. Eagle something. The poor boy lit my forge, but somehow caused the fire to erupt. Flames everywhere. I can barely see now, or move my hands. But you're the only smith in town, and pirates are coming. We need you to start making weapons. No need to worry. Old Callipides has a few good blades left in him. I just need some space to work. Those stone blocks would make a fine table. Could you move them for me? Sounds easy enough. Okay, dit bevindt zich gewoon hier. You could crush someone with these things if you're not careful. Die gast is echt hartstikke blind. Excellent work. Well, what next? I suppose we can't make weapons without iron now, can we? I have more than enough to share. You have some of mine. Well, this is certainly better than when that other Mistios came to help. All a good smith needs now are his tools. Your tools? Really? The Eagle something said they were stolen by a small group of bad eggs. They rode west of here, but I'm not sure where. I'll get them. Then you'll be ready to work? Of course. You've been so kind to this old smith. I thought I'd never work again. But your generosity has changed all that. Sick. Oké, dit is het gereedschap is in het kamp van de Pirazeld-piraten. Oké, en dat bevindt zich in Amalis. Zo. Oh, gelukkig hier. Dat is gewoon hier. Dat is het plekje van Ajax. Dit zal wel de Zuidpiraten zijn, leegkamp, zoiets of zo. Zou kunnen. Moet gewoon langs de kust gaan. Andere area. Uiteraard te paard. Kamp van de Zoutbandieten. Dat is in Locris. Dat is gewoon naar links. Oké. Links en rechts. Weet je wat erg is? Je bent al die voorbereiding aan het treffen voor zo'n dorpje in Locris, terwijl ik kan gewoon one-man army al die piraten aan. Maar ja, dan zou je geen missie meer overhouden. Maar ja, dat is nu wel de kracht die Alexios heeft, dus het is sowieso een beetje vaag allemaal. Nou, toevallig toen ik hier aankwam, uitgeschakeld. Overgenomen dit kamp. They'll be watching for. Okay. Hopefully this goes better than last time. Someone over there? Guess it was nothing. Kom nou, sukkel. Hold it right there!
Dit is de echte Eagle Bear. Zo doen we dit. Wat origalkumerts, echt jongen. Hoe vaak ik dat nu plotseling tegenkom, is echt ziek. Het pad is echt zo niet chill om af te leggen met een paard. Come on. Pas op jongens, aan de kant. Nee joh. Waar is mijn paard? Waar is mijn paard? Nee! Oh, this game. Fuck this. Nou. We hebben het eventjes opnieuw geprobeerd, hè, door de domste actie ever. Ik ren mijn paard te water en ik moet dit leuk opnieuw doen. Echt top. Dus wat we doen, dit is de zoutvlakte, dit is waar we hem vandaan moesten pakken. Hier ging ik rechts. Origalkumerts gevonden ook. Ik ga nu gewoon een andere route nemen. En kijken of we op een andere manier van de zoutvlakte kunnen verdwijnen. Want anders gaat het zo weer fout. Ik weet niet of deze route werkt, maar we're gonna try. Oh no. Off we go. Come oh on. No. Wat de hel is hier gebeurd, joh? Het lijkt me op zo'n veldslag. Met Spartanen versus Athenians. Zo. Het binnenland. Ik moest haar, ik weet niet wat voor een hengst. Dat is een mannetje, toch? Ik moest hem naar de paardenfoxen brengen. En via de kust, ik breng hem gewoon via het havenstadje waar we überhaupt een missie hebben gekregen. Maar dat werkte dus niet, want daar zijn geen paden. En blijkbaar, kon dit paard niet zwemmen en werd hij meteen gedespawned. Hij werd echt teruggespawned naar de plek waar hij eigenlijk hoorde te staan. Beetje lame hoe ze dat in het spel hebben gestopt, maar oké. Okay. Kijk, het idee was om dan hier weer op deze berg uit te komen met mijn vorige route. Dat is overduidelijk niet gelukt. Wacht even. We zijn dicht bij een doelwit dat niet gevolgd wordt. Oh joh, meen je? Andere missie is daar gewoon bezig. Daar is het gereedschap. Oké, dan doen we even paardenfokster. En dan meteen hier naar beneden duiken. Twee vliegen in één klap, alweer. Princess Purple Pie. Oké. Here you go. When the real Eagle Bearer says he's going to do something, he does it.
There, Princess Butterfly. Eat up. Let it flow through you. What are you doing? The first of you eagle bearers rode east to find this fruit. Said that the horse that eats it turns into Pegasus. Leave it to the gods to hide it in plain sight. Why not take a bite yourself? Maybe it'll turn you into a Pegasus too. Don't believe me? For how much I paid, this fruit has to be real. Here, watch this. Wait! Fly, Pegasus, fly! What the actual fuck? This has been a long, long day. What? Uiteraard de paard, dit is echt gestoord. What the hell, yo? Wat een mogolen. Fly, Pegasus, fly. Arm beest ook. Kan er helemaal niks aan doen dat het wijf zo dom is. Hier, heb ik hem hier nou voor gered? Benen gebroken, alles. Arm beest. En zij is ook neer. Een half opgegeten appel. Het is ook echt gewoon een goud item. Nou ja zeg. Wat een gek. Al deze dingen wegwerken. Hier staat hij. Bij de handelsgoederen. Hij is 1980 waard. Uiteraard hadden ze het verkeerd. Oh my god. Zo stom en zo zielig voor dat paard. Dat ik hem daarvoor gered heb. Gereedschap is binnen de locaties afgerond, maar ik vind het echt sad, man. Ik snap nog steeds niet hoe je zo teringdom kan zijn en in een appel kan geloven en daar je hele leven voor geeft. Dus je hebt en je lievelingspaard en je eigen leven en je rijdt gewoon een cliff af. Alright, dan ben je echt... Dan zou je in een dumpert compilatie komen. Dan ben je echt gewoon een internetgekkie. What the hell. Oké, hun twee zijn bevrijd. Blijf voor ze. En dan kunnen we hier via de kust terug naar het havenstadje om daar het gereedschap af te leveren bij de smid. En even te kijken hoe deze missie vervolgt. Want als er iets gek is nu, dan is het dit verloren verhaal van Griekenland. Beast, wat ben je aan het doen? Echt jongen, dit is echt raar gelopen. En er zijn blijkbaar allemaal ongeloofwaardige naapers van Alexios. Maar deze mensen geloven ze gewoon. Dat is al ten eerste. Maar ze gaan er ook echt helemaal in mee. Appeltje eten, Pegasus. Tuurlijk. Ah.
Locris really is a bustling place these days. I've got your tools right here. Ah, what a day. You should be proud. You've given this old man purpose again. Now, if you could just set those aside for a moment, I'll get started. Alibidis! Alibidis? Deze fucking game! You should get out of Alponos while you can, girl. This place is cursed. Ik vind het wel cute hoe het allemaal labradors zijn. Poor Kalipiris. Hoor je dat? Have anyone seen Kalipiris? Man is dood. Blinde smid was het. Overleden dat hij struikelde en alle gereedschap op zijn eigen kop pleurde. Echt, what the fuck is er met deze missie aan de hand? Een heel erg slechte dag. Zeg dat wel. Holy shit. Eerst vernietig ik per ongeluk versterkingen en voorraden. Om vervolgens gewoon de paardenfokser de cliff af te laten rijden. En de smid te vermoorden. En nou denkt deze guy dus dat ik ook een Mogol ben die overal een potje van maakt. You're back just in time. How's Nikia? I heard she's trained a stallion for me. Nikia's dead. She thought your horse was Pigasus and rode it right off a cliff. She what? All right. We don't need horses to fight if we have weapons. How many has Kallipidis made? Kallipidis had an accident. What kind of accident? The really bad kind. He didn't see some stone blocks. He walked right into them. And... Enough! Without weapons, we're doomed. We haven't talked about Ajax yet. Did you find him? Ajax had this helmet that he thought would make him immortal. And? He's dead. Ah, Malaka. Tell me about it. I would ask literally anyone else, but what choice do I have? I need everyone with a blade fighting with me. You can at least fight, can't you? Let's go. Not a lot of people would have been honest with me the way you were. I respect that. I just hope there's still a chance we can make this right. I will do everything I can to save these people. Dode bandieten die Alponos aanvallen. Opeens ook is het dat vieze shitty weer. Wat vaak gebeurt als er een aanval is. Ja, ik moet die gasten makkelijk aankunnen. Kom op nou. Natuurlijk kan ik vechten, wat verwacht hij ook van mij? Hij sloeg per ongeluk tegen mij aan, het is ook wel chill. Just
Weet je wat het is? Het zijn maar piraten ook, hè? Het is fucking easy. Zie je, zij valt mij aan. Die vrouw is boos op mij. Hé, die vrouw is ook dood. Even serieus, wat een chaos is het af en toe. Zeker als van die random dorpelingen zich ermee gaan mengen en denken dat ze mij moeten aanvallen. You fought well, as did you. Forget what happened before. We're alive because of you. Don't thank me. Just pay me. You mercenaries are all the same. But we agreed. Here is everything that was left in Alponos's treasury. Now I need to find my impersonator. I can help. I found this note on the pirate leader. They owe him a lot of drachmi. He was hired to sabotage the town. Making invasion easier. Their plan would have worked if the real Eagle Bearer hadn't shown up. What will you do when you find him? I'll think of something. Ik vind het heel raar dat ik de keus kreeg om deze man te vermoorden. Hij kan er toch niks aan doen dat er neppe Eagle Bears in zijn dorp kwamen, Alpanos. Waarom was er een optie? En waarom is zij zo raar aan het rennen? Die vrouwen hebben altijd alles wat tegen mij, joh. Dat was geen eens een goede zin, maar ze hebben wat tegen mij. Net als dat ze me ging aanvallen terwijl ik haar dorp aan het redden ben. Zo de miet erop, joh. Praat met de andere Eagle Bear. Wat een gast. Maar ik vind het echt raar dat we dan deze questgiver kunnen vermoorden. Die man heeft toch niks fout gedaan? Die was gewoon wantrouwend omdat hij dacht dat ik de zoveelste neppe Eagle Bear was. Geef hem eens ongelijk. Het is best vet zo trouwens om over de rotsen heen te rennen. Als de echte Eagle Bear zijn en dan gewoon naar mijn neppe man toe te gaan. Hij was inderdaad dus gewoon ingeschakeld door de bandieten. Om dit dorp te saboteren, om de aanval makkelijker te maken. Maar toen kwam de echte Eagle Bear! Ik zei het toch al, one man army kan ik er ook doorheen. Prima. We hebben niks van een paardenfokster nodig of een smid. Oh, het is ook nog eens een huurling. Kijk maar, je ziet het aan het icoontje. De drager van de adelaar. Ik vind het echt heel grappig. Hij heeft gewoon een kip naast hem staan. En een lelijk hoofd. En hij heeft mijn outfit aan. Mijn standard starter outfit. Degene die alleen bekend was onder de naam de drager van de adelaar, rukte in zijn eentje Locris uit één en profiteerde van de mensen daar en de piraten die naar de kust voeren. Meer dan dat was er niet bekend over de man. Waar kwam hij vandaan en wat ging hij precies hierna doen? En wat voor wapen heeft hij? Een namaakzwaard. Alles is kut aan die guy. Bruh, hij staat hier gewoon met een kip. Oh my god. Dit is best een mooie foto zo. Dat de focus ligt op de kip. De fake Eagle Bear staat ernaast. En de echte met zijn vette outfit in de background. Mooie foto of niet? I think yes. The actual Eagle Bearer. That explains why the invasion failed.
been stuck cleaning up your mess since I got here. What a glorious mess it was. When the pirates paid me to soften the town's defenses, I didn't think it would be so easy. People are dead because of you. I didn't kill anyone, but you did. We make a great team that way. I steal some tools or blow up an old man's forge. Send some young idiot into bandit-infested mountains, lose a general's steed, then watch you turn it into pure chaos. The fact that Megacles and the pirates both paid you is just a bonus. Everyone pays to hear lies they want to believe. Time for justice. May her wrath rain down on both of us. Chikaros? Haha, Chikaros! Is in één keer dood! What the actual fuck? Dit was zo'n vette missie! I love it! Dit is waarom ik de verloren verhalen van Griekenland speel. En dit zijn echt missies die ik ook hoop te gaan vinden in Origins. Van die hidden gems die je ergens random in de wereld nog niet hebt afgerond. En wat dan, ja, toch nog in je let's play komt. Dit is ook Assassin's Creed Odyssey. En dit is wat ik zo waardeer aan deze RPG-achtige insteek van de Assassin's Creed games tegenwoordig. Ik ga jullie super bedanken voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Thanks guys. En tot de volgende. Later. Ti spem fixilionis quando